Hier gebeurt een examen. Een examen van studenten van Bloem en Design van het AOC in Almelo. En ze hebben een eindopdracht gekregen. En ze maken een grote kunstzinnige boom. Waar staan we hier precies? Nou, wij staan hier op de oude veemarkt in Almelo. En dit is eigenlijk een braakliggend terrein. En het is een stuk grond van Beter Wonen. Hier vroeger een sportzaak gestaan, die is afgebroken. En nou, dat braakliggende terrein, dat moest eigenlijk een beetje opgesierd worden voor de bewoners. En de ingang van Almelo-Zuid naar de binnenstad moest eigenlijk een beetje een facelift krijgen. En we hebben daar een project van gemaakt met onze studenten. En hebben dit braakliggende terrein aangekleed met allemaal mooie bloemkunstobjecten. En op dit moment worden die objecten beoordeeld? Ja, op dit moment worden de objecten beoordeeld. Dit is namelijk een praktische eindtoets van de studenten van Bloem en Design. En zij hebben dit als onderdeel. Zij worden opgeleid als bloemarrangeur, maar ook als ondernemer. En ondernemersvaardigheden kun je het mooiste ontwikkelen eigenlijk om reële opdrachten binnen te krijgen. En vanuit Beter Wonen, de woningcoöperatie, hebben wij de opdracht gekregen, onze studenten althans, om dit parkje te gaan inrichten. De kunstwerken, zit daar een thema in? Ja, dat is wel leuk dat u dat vraagt. Wij zijn in gesprek geweest met de cultuurmakelaar van Almelo. En daar heb ik gehoord dat de filosofie van Almelo uit drie woorden bestaat. Dat is water, dat is beweging en dat is groen. Dat is voor de leerlingen, voor mijn studenten, een uitgangspunt geweest om daarin te gaan ontwerpen. Dus de ene student moet iets met groen doen, de ander met water en de ander met beweging. En daarnaast heeft iedereen Gaudi, Antoni Gaudi, de Spaanse kunstenaar. En daar moesten ze iets mee gaan doen met de filosofie van die Spaanse kunstenaar. Nou, en misschien zoals je weet, Gaudi heeft heel veel met mooie mozaïeken gedaan. Onder andere Parcuel heeft hij ontworpen en... daarmee wilde hij ook een verbinding zijn voor de mensen, voor de bewoners, dat voor iedereen toegankelijk was. En wat wij gedaan hebben met onze studenten is een studiereis maken naar Barcelona, zodat ze echt Gaudi beleefd hebben. Nou, en dat was een geweldige ervaring. Die leerlingen hebben de Sagrada bezocht, Casa Mila, hebben Parcuel bezocht, hebben kennis gemaakt met de architectuur, met de mozaïeken. En dat hebben ze eigenlijk nodig gehad in hun hele ontwerpproces en hebben dat hier prachtig toegepast. Dat is nu te bewonderen, al die kunstwerken. Hoeveel zijn het er? In totaal zijn het er 10. We hebben 10 studenten en die hebben dus allemaal individueel een kunstzinnige boom gekregen. Ja, die objecten zijn ook voorzien van planten en bloemen. Klopt. Dus dat is ook waar wij voor opleiden. Hè. Ze worden bloemarrangeur en ondernemer. Dus zij moeten ook in staat zijn om dat hele creatieve onderdeel toe te passen. En na 3 weken halen zij het plantaardige gedeelte, dus het bloemengedeelte, halen ze weg. En dan blijft er nog een heel mooi object over. Zijn ze allemaal geslaagd? Dat weet ik niet, want ik ben de docent en ik mag het niet beoordelen. Dus dat wordt door externe mensen gedaan. Hebt u er een goed gevoel bij? Ja, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ze hebben in ieder geval wat ze geleerd hebben, wat we ze aan bagage meegeven, dat neemt niemand hun mee af. Dus in die zin vind ik eigenlijk al dat ze geslaagd zijn. En stel dat er iemand op bepaalde onderdelen een onvoldoende heeft gehaald, wat natuurlijk best zou kunnen, dan krijgt hij daar nog weer een herkansing voor.